Parametervoorstellingen, daar gaan we het over hebben. Gisteren heb ik u de eerste keer een parametervoorstelling laten zien. We hebben dat gedaan voor een rechte. Ja. Eigenlijk heb ik u proberen uit te leggen, een parametervoorstelling. Wat is het idee? Maar wij zijn tot nu toe gewoon om formules te gaan schrijven die in verband tussen twee variabelen x en y gaan uitdrukken. En eigenlijk is dat een beetje een onrechtstreekse manier om functies te beschrijven, of om krommen te beschrijven in het algemeen. Want de idee is daar dat als je een x invult, dat je dan ook de y kan gaan berekenen. En ik zeg wel berekenen, want meestal heb je daar wel werk mee. Ja? Bijvoorbeeld, dat kan soms heel eenvoudig zijn. Als je een rechtstreeks verband, een functieverband hebt, y is 3 keer x plus 4 voor een rechte, ja, dan valt dat goed mee. Hè? Want dan kan je zeggen, oké, als ik u een x geef, dan kan ik de y daaruit gaan halen. Dan kan ik die meteen ook gaan berekenen. Dat is een rechtstreeks verband. Maar als je bijvoorbeeld nadenkt over een cirkel, x kwadraat plus y kwadraat is 25, ik zeg maar iets, een cirkel met middelpunt 0, 0, straal 5, ja, dan heb je altijd wat meer werk. Als ik u dan zeg van x is gelijk aan 3, in dat voorbeeld dat ik u net noem, dan kan je natuurlijk de y-waardes die daarbij horen gaan berekenen. In mijn voorbeeld, x kwadraat plus y kwadraat is 25. Als x 3 is, dan is x kwadraat 9, dus y kwadraat is 16, dus dat betekent y is plus of min 4. Dus je hebt daar wat werk mee. Je moet dat verband gaan omrekenen om effectief te gaan weten welke y-coördinaat bij een gegeven x-coördinaat hoort. Ja? Je voelt aan, naarmate dat uw functies krommen ingewikkelder worden, ja, dan is het gebruik van een parametervoorstelling handiger en handiger. En we hebben dat gedaan voor een rechte, maar voor een rechte zou je nog kunnen zeggen van dat is toch niet nodig, meneer. Maar we hebben het in tweede instantie, in voorbeeld 10, gisteren ook gedaan voor een cirkel. En daar hebben we gezien dat voor een cirkel eigenlijk een heel eenvoudige parametervoorstelling geldt. Dat is iets dat gekend van de goniometrie. De manier waarop dat de goniometrische getallen cosinus en sinus zijn ingevoerd, leert ons dat we voor een cirkel met middelpunt 1, de goniometrische cirkel, kunnen zeggen x is cosinus t, y is sinus t. Uiteraard. Als je die straal wat vergroot, ja, dan krijg je gewoon een gelijkvormige figuur, dus moet je met dezelfde factor vergroten. Dus krijg je voor een cirkel met middelpunt 0 en straal A als parametervoorstellingen x is a maal cosinus t, y is a maal sinus t. Waarbij t een element is van 0, 2 pi, want je gaat één keer rond. Ja, lijkt me logisch. T is hier ook, dus de hoekwaarde, zie de tekening zou ik zeggen, die erbij hoort. Ik heb je ook getoond dat je altijd terug kunt keren naar die Cartesiaanse voorstelling door het elimineren van je parameter. En dat is soms een beetje spitsvondigheid. In dit geval, cosinus sinus, heb ik direct natuurlijk het verband gelegd met de goniometrische grondformule. Dus als je het kwadraat neemt van de x en je telt daarbij het kwadraat van y bij op, ja, dan ben je heel eenvoudig dankzij die grondformule in staat om die t te elimineren. Dan bekom je terug de x kwadraat plus y kwadraat is a kwadraat van vroeger. Nu, het voordeel is dus van die parametervoorstelling, ja, dat je nu een rechtstreekse formule hebt voor x en y. Dus het idee is, als je mij een willekeurige waarde van t geeft, dat ik automatisch kan gaan uitrekenen welke x en welke y daarbij horen. Ik heb in principe minder werk om een punt van die kromme te beschrijven. Daar komt het op neer. Ik heb een voorschrift voor x, ik heb een voorschrift voor y. Wel, in sommige gevallen geeft dat enorm veel voordelen. En je moet niet meer gaan omrekenen. Dat woord omrekenen is wel belangrijk. Je gaat dat zien in de voorbeelden die we gaan zien. In eerste instantie ga ik u laten zien dat je sommige eenvoudige oefeningen kan oplossen zonder gebruik te maken van die parametervoorstelling. Maar op een bepaald moment, ja, worden die oefeningen wat complexer. En als je dan die parametervoorstelling blijft negeren, ja, dan wordt het echt wel lastig. En dan ga je te veel moeten omrekenen. Dus op een bepaald moment gaat die parametervoorstelling, ja, nuttig gaan worden. Echt nuttig gaan worden. Ik wil u laten zien wanneer dat zo is. Ja. We hebben het voor een cirkel gedaan. We hebben het voor een ellips gedaan. Voor een ellips ziet dat er niet moeilijker uit. Ja, het enige verschil is uiteraard, als je er eventjes over nadenkt, dat de factor waarmee je de cirkel vergroot, dat was die a bij mij, ja, dat die nu niet meer in dezelfde richting overal geldt. Dus als je gewoon x is a cosinus t, y is a sinus t opschrijft, dan ga je ervan uit dat je zowel in de x als in de y-richting met eenzelfde factor vergroot. Juist, hè? Dus dan gaat je cirkel met eenzelfde evenredigheid toenemen, dus het blijft een cirkel. Nu, wat je bij een ellips doet, is eigenlijk gaan zeggen van, ja, ik ga in de x-richting harder gaan trekken aan die ellips dan in de y-richting. Ik ga op een verschillende manier gaan trekken. Dus dat betekent dat je niet twee keer a hebt, zowel bij x als bij y, maar dat je bij de x a hebt en bij de y b. Ja. Waarbij het er dus op neerkomt dat je volgens de x-richting gaat trekken, en volgens de y-richting ook, maar bijvoorbeeld iets minder hard, en waardoor je natuurlijk een ellips krijgt en geen cirkel. Dus je kunt je dat perfect gaan voorstellen, als je daar eventjes over nadenkt. Hè.
Dus we hebben als parametervoorstelling van de ellips dan ook x is a maal cosinus t, y is b maal sinus t. Zijn a en b gelijk, dan wordt er in de twee richtingen even hard getrokken en dan heb je terug een cirkel. Wat weer logisch is. Maar in het algemeen gaan a en b niet gelijk zijn. Zie ook de tekening, zou ik zeggen. Ja, het punt P lag op de cirkel met middelpunt 00 straal B. Het punt Q lag op de cirkel met middelpunt 00 straal A. Wel, het punt R dat we hier zien liggen, ligt op de ellips. Ja. En het valt daarbij op dat de x-coördinaat van die R dezelfde is als de x-coördinaat van Q. Met andere woorden, cirkel A, dus A maal cosinus T. Maar de y-coördinaat van R... Kijk maar goed, de y-coördinaat van R is dezelfde als de y-coördinaat van P. En met als gevolg, hè, cirkel met straal B, B maal sinus T en niet A maal sinus T. Snap je? Je gaat opnieuw één keer rond, dus T een element van 0,2 pi. Willen we T gaan elimineren, dan volstaat het weer van die grondformule. Je hebt iets meer moeite, je moet eerst delen door A en delen door B respectievelijk, om ervoor te zorgen dat we onze grondformule opnieuw bekomen. En dan hebben we onze vertrouwde vergelijking van de ellips terug. Snap je? Dat was het idee van gisteren. Eigenlijk, hè, zorg dat je deze formules, ja, voor cirkel ook, hè, zodanig ja, eenvoudig zou ik zeggen, maar dus onthoud die van de ellips, hè, x is a maal cosinus t, y is b maal sinus t, ja, die heb je wel nodig om straks de oefeningen te gaan maken. Maar leer het niet klakloos van buiten, hè, probeer te begrijpen hoe komt dat tot stand. Ja, dat komt eigenlijk van een cirkel, op zich is dat niet zo verrassend. Oké. Laat ons dit een keer gaan proberen. Dus ik wil je laten zien in bepaalde oefeningen dat die parametervoorstelling van die ellips nuttig zal zijn. Het zijn ook de laatste oefeningen die we maken over het onderdeel ellipsen, dus dan zijn we er wel ongeveer, denk ik. Oké, daar gaan we weer. Dit soort oefeningen hebben we eigenlijk ook al gedaan bij parabool. Ja, dat zijn typisch verhaaltjes waarbij je eigenlijk een goede tekening moet gaan maken, een goede keuze van het assenstelsel, nauwkeurig gaan opschrijven, oké, wat moet er bewezen worden? En dan een soort van stappenplan gaan doorlopen om uiteindelijk het bewijs te kunnen opschrijven. We hebben dat ook voor de parabool gedaan, dat zijn de moeilijkere oefeningen van dit hoofdstuk iedere keer. Hè. Dus wat is er gegeven? T1 en T2 zijn de toppen op de grote as van een ellips. P is een willekeurig punt van die ellips. Dat is eigenlijk al, dat is al genoeg. We willen aantonen dat het product van de richtingscoëfficiënten van de rechten PT1 en PT2, dat constant is. Dus als je het product gaat nemen van die richtingscoëfficiënten, je kan het je voorstellen, dan bekom je een constante waarde uit die dus niet afhangt van de keuze van P. Je mag je P gelijkwaar op je cirkel gaan kiezen, of op je ellips tenminste gaan kiezen. Dat is het idee, dit willen we gaan bewijzen. Oké, eerste stap is altijd dezelfde. Laten we eerst een voorbeeldje samen bekijken. Dat is, hoe gaan we ons assenstelsel gaan kiezen? Nu, ik heb die tekening al gemaakt, dus ik heb geen keuze meer wat betreft ons assenstelsel. Ja, ik kies, je weet, de meest... gebruikelijke manier is dat je je grote as x-as kiest, kleine as y-as. Maar dat hoeft niet uiteraard, maar ik vind dat de meest eenvoudige manier. In die configuratie hebben we als voorschrift x kwadraat op a kwadraat plus y kwadraat of b kwadraat is gelijk aan 1. Oké, dat kunnen we onthouden. Vraag is nu, wat willen we gaan bewijzen? Ja, ook dat is niet zo moeilijk. Hè. We willen gaan bewijzen dat de RICO van PT1 maal de RICO van PT2, dat een constante waarde is. Ja, er staat daar C, moet toegeven. Misschien is dat een beetje verwarrend, want als je nadenkt over cirkels, dan heb je meteen het verhaaltje dat de C daar ook een rol speelt. Dus als je mij toelaat, dan ga ik dat eventjes veranderen. En dan ga ik daar gewoon van maken, even zien, een constante. Dus ik ga dat gewoon schrijven, constant. Dan gaan we dat wel even aan de computer moeten vertellen, dat ik daar gewoon een lettertype wil. Zo. Dan gaan we even kijken. Dus misschien is dit iets duidelijker. Dus ik herkijk eventjes. Dus ik ga het zo doen. Ja. Dus RICO PT1 maal RICO PT2 is constant. Ja. Ik ga niet C schrijven. Waarom niet? Omdat C bij jullie meteen verwijst naar de x-coördinaat van het brandpunt. Maar dat is het uiteraard niet. Hè. Dat hoeft het uiteraard niet te zijn. Dus dat was een beetje een onnauwkeurigheid van mij. Opgelost. Moet gewoon constant zijn. Stappenplan. Ja, nu moeten we aan de slag. Hè. Nu moeten we dat bewijs gaan proberen op te gaan schrijven. Allee, probeer een keer mensen. Kom aan. Een beetje input graag. Zie je dingen, zijn er notaties die meteen gaan vastleggen, kan je dingen gaan toevoegen op je tekening om dat, die eigenschap te gaan bewijzen. Zijn er voorstellen? Ik beweer dat er wel een aantal zaken zijn die je meteen kan gaan toevoegen als je dat zo bekijkt. Zijn er coördinaten die gekend zijn?
We gaan even kijken. Het punt P. Ja, punt P, daar weten we niets van. Daar weten we echt niets van. Dus inderdaad, we gaan dat punt P een naam moeten gaan geven. Het voorstel XI hebben we eigenlijk nooit gedaan, maar gaat op. Ook bij parabool. We willen altijd het onderscheid maken tussen iets dat veranderlijk is en iets dat constant is. Dus X0, Y0, zou ik zeggen. Ja? Dus dat is altijd een goed idee. Dus dan gezegd gewoon X0, Y0. Moet maar een keer terugkijken naar de parabool. De bewijsjes die we daarop gesteld hebben, dat ging ook zo hoor. Dus daar hebben we ook gezegd van, geef dan een naam, X0, Y0. Oké, er zijn nog dingen, dank u wel. De toppen, die ken ik, hè. A0, min A0. Juist, hè. A0 en min A0. Ja. Oké. Pas op, dat zit wel ver, hè. Dat zit wel ver, maar ik heb een schrijfwijze voor P, daar weet ik niets van, dus X0, Y0. En ik heb ook de coördinaten van T1 en T2 meteen ook vastgelegd. Dus, kan ik aan de slag. Wat is de RICO PT1? Dat moet toch te doen zijn. Kun je daar een formule voor opschrijven, voor die RICO? De RICO van de rechte P maal T1. E0 op X0 min A. Oké, dat lijkt me juist. En op dezelfde manier kan je het doen voor RICO P2. Hè? PT2, sorry. Jij hebt wel, waarschijnlijk heb jij wel PT2 genomen eerst. Nee, I min I0, X, of de, dus I1 min I2, X2 min X1. Dus dan heb je inderdaad I0 op X0 min A voor PT2. Ja, voor PT1 heb je I0 op X0 plus A, dacht ik. Hè? Ja, moet T1 en T2 niet omgekeerd? Moet T1 en T2 niet omgekeerd? Ah, interessante vraag. T1, ja, inderdaad. Ah ja, dat zijn ik hier. Tja, ja. Dus inderdaad, dan gaan we misschien doen. Dat is een goede opmerking. Foutje op de slide. Niet echt in de cursus, hè. In de cursus is het niet echt fout. Er zit een fout op de slide, inderdaad. Ja, je ziet mensen, het wordt ook voor mij wel af en toe een keer wat later. Dus ik dat allemaal moet intikken. En er iedere keer over nadenken, dat je het moet doen. Zo. PT1, ja, dan gaan we het hier ook moeten aanpassen, uiteraard. Dus dat is een kleine moeite, denk ik. Dus hier mag ik dan min A van maken. Dan gaan we hier plus A van maken. Beter dat we zorgen dat het juist is van de eerste keer. En dan gaan we kijken of dat coëfficiënt klopt. Oké, dat gaat kloppen. Dus diavoorstelling huidige. We gaan even kijken. Ja, dus ik heb T2 en T1 aangeduid. Dus dat moet kloppen, hè. Dus we gaan kijken. Dus dit is juist. Stappenplan. We hadden P, we hadden T2 en T1. Die moet juist zijn, hè. T2 min A0, T1 A0. Zie je? Dat is niet juist, hè. Oké. De RICO van PT1. Ja. Is I0 min A. I0 min 0 op x0 min a, dat is juist. En de RICO van PT2 is I0 op x0 plus a. Is goed, hè? Nu is het juist, hè? Ja. Ja, welke top je T1 noemt, welke T2? Goh, ja, dat is een keuze die je zelf maakt, hè? Op zich is dat niet belangrijk, hè? Ja, ik kon ook deze T1 noemen en die T2. Ja, dat zijn dingen die je zelf kiest. Oké. Okay. We zijn er bijna. We gaan het product van die twee moeten berekenen. Dat willen we doen. En we willen kijken, is dat constant? Dus het product van de twee, dus RICO PT1, RICO PT2, moet C zijn. Don de Dieu. Ja. En dat je daar begint. Zoeken. Zo, hè. Die huidige. Het moet constant zijn. We hadden afgesproken dat we gingen schrijven constant in plaats van C, om alle verwarring te vermijden, uiteraard. En nu kunnen we beginnen rekenen. Ja. RICO PT1, RICO PT2. Ja, hier heb ik het eigenlijk omgekeerd. RICO PT2. RICO PT1, maar dat is natuurlijk hetzelfde. Dus dat moet ik zelfs niet veranderen, dat is juist, denk ik. Oké, dat moet constant zijn. Zien we vereenvoudiging. Nu gaan we beginnen rekenen. Hè. Dus eigenlijk moeten die I0 en die X0 daaruit. Hè. Dat is de bedoeling. Want het moet onafhankelijk zijn van het punt. Dus het moet onafhankelijk zijn van X0 en I0. Dus I0 en X0 mogen daar niet in staan. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dat is de vraag. Kunnen we dat wat vereenvoudigen, die vermenigvuldiging? Zien we iets? Kunnen we dit een beetje vereenvoudigen? Allee, het is iets dat we al heel vaak gebruikt hebben dit jaar. Ik zoek het niet te ver. Je kunt daar toch eenvoudig één breuk van maken. Oké,
onderaan, hè, gelijke noemer. Dat is niet nodig, hè, Julie? Het is een vermenigvuldiging. Je moet geen gelijke noemers maken hier. Hè. Het is een vermenigvuldiging. Gewoon teller, noemer, mal, noemer. Hè. Dan zijn er. Hè. Dus bovenaan n ook kwadraat, onderaan x ook kwadraat met a kwadraat. Juist, hè? Zeker weten. Ja, en nu? Wat gaan we nu doen? Is er een voorstel? Ik herinner u aan de bedoeling van de oefening. I0 en x0 mogen niet meer in het resultaat staan. Dat is de bedoeling. Ik moet een resultaat bekomen waarin I0 en x0 er gewoon niet in staan. Want dat is wat ik wil. Hè. Ik wil dat die RICO's, het product daarvan, constant is. Dat we zeggen, onafhankelijk is van x0 en i0. Hoe krijg ik die i0 en die x0 weg? Is er een verband tussen x0 en i0? Die vraag moet je proberen te stellen. Ik beweer dat er een verband is. Wat is het verband tussen x0 en i0? Merk op dat x0 en i0, dat punt, op je ellips ligt, hè? Dus... Punt P ligt op de ellips. Ja, we kunnen gaan beginnen omvormen. En ik ben heel blij dat je het woord omvormen gebruikt. Ik had u gezegd van, als je de parametervoorstellingen negeert, als je zegt van, wat je voert, hè, dat je dat vertaalt, kijk je dat niet nodig. Ja, je kunt dat op een zeker niveau doen, maar je zult nogal moeten omrekenen, hoor, kan het u verzekeren. Maar het is niet onmogelijk. Ik ga het u laten zien. Kijk, wat kunnen we gaan zeggen? Je weet dat x0 in het kwadraat gedeeld door a kwadraat plus i0 in het kwadraat gedeeld door b kwadraat gelijk is aan 1. Ah ja, want het punt P ligt op de ellips, dus voldoet aan de vergelijking van de ellips. Dus je kan i0 kwadraat daaruit halen. Uit die vergelijking van die ellips. Natuurlijk, ja, is dat moeilijk? Nee. Maar is het leuk? Ook niet, hè. Want wat heb je dan? Dan heb je 1 min x0 kwadraat op a kwadraat maal b kwadraat. Dat is i0 kwadraat. Hier bovenaan. En onderaan staat x0 kwadraat met a kwadraat. En wat kan je nu doen? Het is te doen hoor. Kijk, dan kan je in die breuk, zie dat die 1 min x0 kwadraat op a kwadraat, je kunt dat op gelijke noemer gaan zetten. Dan heb je dit. Dan heb je b kwadraat, maal a kwadraat min x0 kwadraat, gedeeld door a kwadraat. En dit moet je helemaal delen door x0 kwadraat met a kwadraat. En nu gebeurt er iets. Kijk, goed. Nu gebeurt er iets. Wie ziet iets? Ik beweer dat we zijn. Het gewenste resultaat staat eigenlijk op de slide. Als je daar een beetje over nadenkt. Wat? Er wordt gezegd schrappen, dat was te denken, hè? Maar wat? X0? Nee, dat is niet juist. Ik zou niet weten waarom we die x0 kunnen schrappen. Ja, dat is wel juist, Helena. Wat je wel kan schrappen is a kwadraat min x0 kwadraat en x0 kwadraat min a kwadraat. Het is te zeggen, je houdt gewoon een minteken over. Min 1 hou je over. Een minteken overhouden, dat klopt niet. Hè? Min 1 hou je over. Die twee dingen die ik geschrapt heb, die zijn aan elkaar gelijk. Het is te zeggen, ze zijn tegengesteld. Ze zijn niet aan elkaar gelijk, ze zijn tegengesteld. Ze zijn aan elkaar gelijk op het teken na, zou je kunnen zeggen. Die twee dingen zijn tegengesteld. 3 min 4... Dat is min 1. 4 min 3 is 1. Hè?
Akkoord? Dus met andere woorden, die zijn elkaar tegengestelde. Dus wat schiet erover? Ja, min 1, als je dat schrapt. En dus, wat schiet erover? Min b kwadraat op a kwadraat. Hop, het is gelukt. Dat is een constant, hè. Dat hangt niet af van x0 en y0, hè. B en a zijn vast gekozen, hè. Herinner u, hè. B en a zijn gewoon getalletjes, dus dat is een constant. Zie je? Dus het is gelukt. Hij zou kunnen zeggen, meneer, voilà, dat lukt toch perfect. Kijk, ik heb toch geen parametervoorstellingen nodig? Nee, dat is waar. In dit geval lukt dat. Het is ook perfect, hè. Moest je dit schrijven op je toets of op je examen als oplossing, dan zou ik zeggen, 5 op 5, hè. No problem, hè. Dat is juist. Natuurlijk, je hebt wat moeten omrekenen hier, waardoor het al iets complexer werd. Ja, wat is te doen, hè, hier. Maar eigenlijk had je dat omrekenen niet hoeven te doen. Ja, als je gebruik maakt van de parametervoorstelling. Dus ik geef nog een tweede oplossing. Gewoon om je te laten zien van, ja, op een bepaald moment is het gebruik van die parametervoorstelling wel nuttig. Dus laat me dat zien, ik ga een andere kleur gebruiken nu. Dus daar zijn in elk geval constanten, dat is gelukt. Stel u nu voor dat ik gebruik maak van mijn parametervoorstelling. Dan schrijf ik gewoon in het begin erbij, dus x0, y0. Ik onthoud dat x0 a maal cosinus t0 is en y0 b maal sinus t0. Voor een bepaalde hoek waar t0 gelegen tussen 0 en 2 pi. Ja? Dat schrijf ik er gewoon bij. Dat was onze parametervoorstelling van de ellips. Hè? En dan ga ik gewoon verder rekenen. Dus wat ik hier gedaan heb, die coördinaat van t1 en t2, die rico van pt1, die rico van pt2, het product uitrekenen, is allemaal goed. Hè? Dus moet je daar iets aan veranderen. Hè? Dat was niet moeilijk. Hè? Daar moet ik niet beginnen veranderen, vind ik. Hè? Ik vind dat niet nodig. Dus ik vind dat hier allemaal juist. Maar het was vooral hier. Want hier ben ik begonnen met omrekenen. En dat vond ik iets lastiger. Maar nu moet ik dat niet meer doen. Hè? Want eens ik hier ben, kan ik gewoon die parametervoorstellingen invullen. Dus mijn tweede oplossing zal erin bestaan dat we y0 kwadraat nu gewoon vervangen door b kwadraat sinus kwadraat t0. En onderaan x0 kwadraat vervangen door a kwadraat cosinus kwadraat t0. Zie je? Dus je rekent niet meer om, hè? Je hoeft niet meer de y0 uit die vergelijking te gaan halen van die ellips. Nee, je hebt gewoon een voorschrift voor x0 en één voor y0, vul het erin. En nu is het gewoon een eenvoudige oefening in dit geval op goniometrie. Kun je proberen? Wie ziet iets? Kunnen we iets doen? Ik beweer dat nu niet meer zo moeilijk is. Hè? En je hebt niet moeten omrekenen. Wat je overhoudt is een eenvoudige oefening in de goniometrie. Wie ziet iets? Wat kunnen we doen? A kwadraat afzonderen. Voilà, werd overal gezegd. Prima. En nu, herkennen we iets? Zien we iets? Zien we iets? De onderste formule tussen de haakjes is sinus kwadraat t0. Dat is niet juist. Het is min sinus kwadraat t0. Ja, dat is wel juist. Dus schrappen. Min sinus kwadraat t0 valt weg. En ik heb het zaal. Ja, tuurlijk heb je het zaal. Hè? Je moet hetzelfde uitkomen, hè, mensen. Het is wiskunde voor iets. Hè? Je moet hetzelfde uitkomen. En nu moet je voor jezelf een keer de afweging maken. Wat vind je nu makkelijker? Ik weet het niet. Hè? Ik heb zo het gevoel dat blauw is te doen. En het was perfect. Nu, de rode piste, ja, die is in feite iets meer straightforward in die zin. Hè. Op een bepaald moment zeg je, x0 en y0 ga ik vervangen en je weet wat je overhoudt, is een goniometrieoefening. En je komt er wel. Het nadeel van het blauwe is dat je wat omrekenwerk hebt. In dit geval is dat zeker niet onmogelijk. Dus ik zou zeggen, de beide pistes zijn perfect. Hè. Dus is prima. Hè. Het maakt mij voor alle duidelijkheid ook niet uit. Hè. Als jij zo'n oefening krijgt en jij zegt, van, oh, ik ga die parametervoorstelling echt niet gebruiken, dat is je goed recht. Ja, maar ik beweer, naarmate dat de oefeningen moeilijker worden, is het een minder verstandig idee om die parametervoorstelling te blijven negeren. Op een bepaald moment ga je toch moeten zeggen van, ik heb ze nodig. Ja. Maar voor jezelf kun je kijken, wat vind jij makkelijker? Ja, eigenlijk zijn ze beide even eenvoudig in dit voorstel. Oefening duidelijk? Voor de eerste keer het nut van die parametervoorstelling. Maar het is te betwijfelen. Hè. Je zou kunnen zeggen van, ja meneer, het nut, ik heb dat niet nodig. Hè. Ja, oké. Kan ik inkomen. We gaan een keer kijken. We hebben er nog een paar. Bijvoorbeeld deze. Ja. Wat hebben we? Dus dat is al wat pittiger hoor. Dus we hebben een ellips. Oké, we hebben de toppen S en T. Dus kijk, voilà, ik noem ze nu S en T bijvoorbeeld. Daar straks was T1 en T2. Maar dat zijn keuzes die je zelf maakt. En dat maakt allemaal niets uit. De grote as, blablabla, willekeurig punt P. Topraaklijn. Zie je die topraaklijn? Ja. Die snijdt de rechte SP. SP is dus de rechte vanuit S door dat willekeurig punt P. Die snijdt die in U. Ja.
en de raaklijn NP aan de ellips in V. Oké. En je ziet het ook op de tekening, dat klopt, hè, wat je moet bewijzen. We moeten bewijzen dat V het midden is van UT. Moet u voorstellen, we moeten bewijzen dat V het midden is van het lijnstuk UT. Je ziet ook op de tekening, dat ziet er goed uit, hè. Dat lijkt wel inderdaad zo te kloppen. Oké, we gaan weer van start. Hè. Keuze assenstelsel, geen discussie. Moeilijk is dat niet, hè. Iedere keer hetzelfde. Door welke keuze ga je anders maken? Wat moeten we bewijzen? Ah, dat is al leuk. Wie probeert? Wat moeten we bewijzen? V is het midden van UT, maar wat betekent dat? Kijk eens naar die tekening, wat wil dat zijn? Er is een voorstel met afstanden. De afstand UV is de afstand VT. Zou je kunnen doen. Het kan eenvoudiger. Ik zoek heel eenvoudige manieren om dat uit te drukken. Als je met afstanden gaat werken, dan wordt dat best wel lastig, beweer ik. Ik zie nog een voorstel, maar dat stapt het niet zo goed. Ah, UV is UT. Ja, dat is taal, hè. Dat is ook afstand, hè? Ja. Nee, ik ga geen afstanden gebruiken. Dat is veel te lastig. Als je nadenkt over die formule, ik vind dat een heel lastige formule. Nou, als je die formule kunt vermijden, dan moet je dat doen. Hè. Ja, het punt V is in het midden van UT. Ja, dat weet ik inderdaad wel. Ja, dat is waar. Dat is wat ik moet bewijzen. Maar wat betekent dat? Mijn vraag is, wat betekent dat? Wat betekent dat? Coördinaten voor het midden van een lijnstuk berekenen. Ja, we zitten in de goede sferen hier. Dus we kunnen de coördinaat van het midden van een lijnstuk... Ah, oké, wacht. De y-waarde dubbel zo groot voor u dan voor v. Voilà, dat is het. Dat is het simpelste. Gedaan. Dat is het, hè. Dat is het simpelste, toch? Als je daarnaar kijkt... Dat is een verticaal lijnstuk. Hè? Maak dat op, hè, mensen. Het is gewoon een verticaal lijnstuk. Hè? En je moet bewijzen dat V het midden is van UT. Ja, de x-coördinaat, daar moet je toch niet naar kijken. Ik bedoel, de x-coördinaat is A, hè? Hallo. Dus, dat gaat allemaal door de top. Ja, het is een verticaal lijnstuk. Waarom moet je eigenlijk gewoon bewijzen? Je moet gewoon bewijzen dat de y-coördinaat van V de helft is van de y-coördinaat van U. Of zoals Wout zegt, dat de y-coördinaat van U gewoon dubbel zo groot is als de y-coördinaat van V. Dat is toch alles dat moet bewijzen? Is natuurlijk niet altijd zo eenvoudig. Hè? Als dat lijnstuk bijvoorbeeld niet verticaal was, maar als dat schuin lag, ja, dan gaat dat iets lastiger zijn. Dan ga je moeten zeggen van de coördinaat van V moet de coördinaat van U plus de coördinaat van T gedeeld door 2 zijn, bijvoorbeeld. Ja, herinner u, dat was hetgeen dat jullie zei. Gebruik toch hè, de definitie voor, of tenminste de eigenschap van de coördinaat van het midden van een lijnstuk. Maar als dat lijnstuk gewoon verticaal is, ja, dan kan je dat te bewijzen heel eenvoudig opschrijven. Hè? De IV is de IU gedeeld door 2. Dat is al. Als ik dat kan bewijzen, dan ben ik er. Zie je? Dus dat is ook wel een kunst, hè? Dat je je te bewijzen op een goede manier moet kunnen opschrijven. Zo eenvoudig mogelijk. Liefst niet met afstanden. Hè? Dat wordt heel lomp als je dat met afstanden gaat doen. Dat is veel eenvoudiger. Stappenplan. Daar gaan we. Een keer nadenken. Allee, wat is allemaal gekend? Wat gaan we allemaal invoeren? Zijn er voorstellen? Wat voeren we in? En wat is gekend? Denk aan de vorige oefeningen, mensen. Die oefeningen bouwen op, hè? Ik beweer een keer dat begint met een makkelijke. Deze lijkt er een beetje op, maar is wel wat moeilijker. De laatste die we gaan maken, ja, die is helemaal stevig, denk ik dan. Ja, punt P. Ja, weet ik niets van, dus x0 en 0. Is goed. Nog iets? Is er nog iets dat we kunnen toevoegen? Ja hoor. Iets obvious. Ja, uiteraard T en S. Ja, tuurlijk hè. Weer dat is hetzelfde als de vorige oefening. Hè? Dat is geen enkel probleem. Oké, P, S, T. Die liggen vast. Oké, wat gaan we nu doen? Nee, ik ken na.
Testel, aan de overkant. De ellipsformule ontdubbelen, ja, met welk doel? Wat stel je dan op, Helena? De ellipsformule ontdubbelen. Je hebt gelijk hoor, maar met welk doel? De raaklijn. Ja? Dus je kan toch die raaklijn, die daar staat, die kan je toch gaan opstellen door het ontdubbelen van je ellipsformule. Weet je nog? X0 x op a kwadraat plus y0 y op b kwadraat is 1. En je hebt de raaklijn aan de ellips. Waarom ga je die nodig hebben? Ja, we gaan moeten v bepalen en v is het snijpunt met die verticale. Oké. Wat gaan we nog nodig hebben behalve die raaklijn? Nog iets nodig hebben, hè? Als ik die raaklijn heb, dan ga ik de v kunnen berekenen. De rechte PS. Met welk doel? Ja, om u te berekenen. Zie je? De rechte PS. Ik denk dat ik daarmee begonnen ben. Ja, want ik heb de coördinaat van u berekend eerst. Ja, dus daarom dat ik eerst wou die PS horen. Natuurlijk, het is natuurlijk niet belangrijk in welke volgorde dat je doet. Hè. Dus ik wil de coördinaat van u. Hoe doe ik dat? Ik ga de vergelijking van PS opstellen. Dat is perfect te doen, hè, want ik weet dat S coördinaat min a0 heeft en P heeft coördinaat x0, y0. Dus dat moet te doen zijn. Hè. Dat is gewoon invullen in het formuleke. En als ik die PS gevonden heb, dan moet ik snijden met x gelijk aan a, de verticale, door de top t. Die heeft als vergelijking x is a. Dus x is a. En anderzijds de vergelijking van PS. De vergelijking van een rechtopstaande mens, dat is kinderspel. Hè? Dus je pakt Rico. Ja, die Rico die zat trouwens ook in de vorige oefening. Merk op, ik herken dat. Hè? Y0 op x0 plus a. Zat daarin. Hè? Mal x plus a. Dat is de vergelijking van de rechte PS. Oké. We gaan hieruit de coördinaat van y, de y-coördinaat van u berekenen. Dat is helemaal niet moeilijk, hè, mensen. Kijk goed, hè? X is a, dus we moeten het daar gewoon in stoppen. Het is gedaan. Ik heb mijn y, dus dat is direct gedaan. Dus wat is de coördinaat van u? X is a en y is 2a, y0 op x0 plus a. Zie je? Dus die oefeningen zijn qua rekenwerk. Je maakt dat rekenwerk zo complex als je wil. Hè? Maar dus probeer door een goede keuze van het assenstelsel, wat ligt voor de hand, heeft toe, probeer je rekenwerk echt wat te beperken. Hè? Dat is helemaal niet zo moeilijk in dit geval. Hè? Dus u ligt vast. Op dezelfde manier gaan we nu gaan kijken van, oké, hoe zit dat nu met dat ontdubbelen? Dus ik ga op zoek naar de coördinaat van v. Hetzelfde systeem, dus x is a. En dan hebben we die raaklijn nodig. Nu, die raaklijn, dat is door het ontdubbelen van een ellips. Ja, zo heb ik u dat gisteren geleerd. Dus wat is dat? Dat is x0 x op a kwadraat plus y0 y op b kwadraat is gelijk aan 1. Dit is iets lastiger. Ja, dus iets lastiger, want hieruit moeten we nu x vervangen door a en we moeten y gaan berekenen. Oké, voert dan een keer uit. Kleine rekenoefening. Hebben we nog niet gedaan vandaag. Nog niet veel gerekend, hè, maar vooral nagedacht. Bereken ik voor mij de coördinaat van, dus de y-coördinaat eigenlijk van v. Die wil ik kennen. Waaraan is de y-coördinaat van v gelijk? Allee mensen, kom aan, dat is toch te doen, hè? Gewoon x gelijk aan a stellen en rekenen. Wat is y?
We hebben iets. B kwadraat I 0. Maal 1 min x 0. Ja, ik zou gewoon die haakjes niet uitrekenen. Maar enfin, je mag dat doen hoor, maar ik zie daar niet echt veel nut van in. Ik zou dat in die afgezonderde vorm laten staan. Dat is maar een tip, hè? Dus ik zou daar echt niet gaan uitrekenen. Ik zou gewoon schrijven, b kwadraat op I 0, maal 1 min x 0 op a. En je hebt het. Ja, maar het is wel juist wat je schrijft. Oké. Dan zijn we zeker. We hebben alles, hè. Het enige dat we nog moeten doen, is controleren dat de y-coördinaat van v, dat die de helft is van de y-coördinaat van u. Oké? Dus die controle gaan we nog doen. Dus de y-coördinaat van v, dat is b kwadraat op I 0, 1 min x 0 op a, moet gelijk zijn. Kijk naar de notatie, hè. Vraagteken, is dat gelijk aan? Dat is een goede notatie, je mag dat gerust gebruiken. Hè? Is dat gelijk aan 2a i0 op x0 plus a gedeeld door 2? Dat moet ik controleren. Ja, tweetjes vallen weg. Dat is al iets, dus dat wordt dit. B kwadraat op i0 maal 1 min x0 op a, zou dat gelijk zijn aan a maal i0 op x0 plus a? En nu is het weer dat moment. Hè? Nu zitten we weer op datzelfde kantelpunt. Want nu kunt u weer de vraag stellen, gaan we dit op die manier blijven controleren? Of gaan we gebruik maken van de parametervoorstelling? Misschien gaat dat gemakkelijker zijn. Ja? Wat u nog gaat tonen is, stel dat je hardnekkig bent en dat je zegt van, parametervoorstelling, ik doe dat zonder. Dan lukt dat dus. Je kunt dat dus doen, maar het is wel wat werk aan hoor. Kijk maar. Ik ga links een beetje uitrekenen, gelijke noemer maken bijvoorbeeld. Dus b kwadraat op i0, a min x0 op a, zie je dat? Gelijke noemer gezet. De rechterkant heb ik niets veranderd. Ja. Wat gaan we nu doen? Ja, ik ga al die breuken wegwerken. Ik kan dat doen door ja, zo'n kruisproduct te nemen. Hè. Door te gaan zeggen, wanneer is de breuk 3 vierde gelijk aan 6 achtste? We weten dat dat zo is. 3 vierde is gelijk aan 6 maal 8. Ja, waarom? Omdat 3 maal 8 gelijk is aan 6 maal 4. Namelijk 24. Dus je kan zeggen dat a kwadraat i0 kwadraat, dan zou dat moeten gelijk zijn aan b kwadraat, eigenlijk min b kwadraat, want ik ga daar één merkwaardig product van maken. X0 kwadraat min a kwadraat. Zie je? Dus als dit zou helden, dan ben ik, is het juist. Ik ga die haakjes uitrekenen en alles met je herschrijven. Dan krijg ik dit. Dit zou moeten gelden. En nu ga ik alles delen door a kwadraat b kwadraat. En dan krijg ik dit. En waarom is dat voldaan? Er staan daar twee uitroeptekens. Dat betekent, dat is oké blijkbaar. En waarom is dat oké? Waarom is dat voldaan? Laatste stap. Wie verklaart dat? Waarom zijn die vraagtekens opeens vervangen door twee uitroeptekens? Dat betekent, dat klopt. De ellipsformule. Ja, ik zie ook wel dat dat de ellipsformule is, maar... Allee. Zijn ik heel correct en concreet? Wat bedoel je, de ellipsformule? Waarom is die gelijkheid voldaan? Zijn ik heel precies. Waarom klopt dat? Als je schrijft de ellipsformule, wat bedoel je dan? Wow. Ja, dat is juist. Dat is juist, Helena. Ja? Daar staat gewoon dat P op de ellips ligt. Dat klopt toch, hè? Dat is, zo zeg je het juist. Hè? Dat is, waarom is dat juist? Waarom staan daar twee uitroeptekens? Ja, gewoon omdat we weten dat P op de ellips ligt. Dus P voldoet aan die formule. Dus met andere woorden, het lukt. Gaat dat makkelijk? Ik vind dat dat moeilijker en moeilijker gaat. Ja, ik vind dat al best wat technisch rekenwerk. Natuurlijk, als je zegt van meneer, ik kan dat, geen probleem. Hè? Wat wil ik je nog laten zien voordat we pauzeren? Ja, dat is dat je dat eigenlijk veel sneller kunt doen als je gebruik maakt van de parametervoorstelling. Dus weer hetzelfde verhaal. Als je aan die controle komt, dan moet je een beetje zeggen van, oh, dit wordt lastig. Dus laten we eens een keer overgaan op de parametervoorstelling. Dat betekent x0 is a cosinus t0, i0 is b sinus t0. Ik voeg dat weer toe. Al hetgeen dat ik hier gedaan heb, links, dat is goed, hè. Ik moet daar niets aan veranderen. Dus ik moet gewoon mijn controle terug gaan herbekijken. Het enige dat je zou kunnen veranderen, reeds, dat is het volgende. Namelijk in die coördinaten. Ja, kun je al een keer de x0 en de i0 gaan invoeren. Hè? En dat zal al een beetje vereenvoudigen. Kijk, maar goed, hè, als je x0 en i0 vervangt, bijvoorbeeld door a cosinus t0, b sinus t0, ja, dan gaat de a wegvallen, onderaan. Zie je dat?
Dus dat is al een pakje makkelijker natuurlijk. En als je dat hier doet, dan ga je bijvoorbeeld ook zien, I0 vervangen, B sinus T0, dan valt er al een B weg. En hier, kijk, valt die breuk zelfs helemaal weg. Want A cosinus T0, de A valt weer weg. Dus je ziet al, oké, het staat wel sinus en cosinus nu, maar er zijn toch al een paar dingen weggevallen. Dan moet ik opnieuw die controle gaan doen. Dus de controle blijft dezelfde uiteraard. Dus ik moet gaan controleren dat deze coördinaat IV de helft is van deze. Dus de 2 valt ook weer weg. Dat was hier ook zo dat de 2 wegviel. Maar nu komt het. Controleren dat dit voldaan is. Dit gaat helemaal niet meer zo lang duren. Want al de ballast is weg, hè, mensen. We hebben die parametervoorstelling ingevoerd. Geen x0 en i0 meer. Dus we gaan weer gewoon dat kruis gaan maken. Hè. Hetzelfde verhaal. Dus dat betekent b maal 1 min cosinus t0 maal 1 plus cosinus t0. Dat zou moeten gelijk zijn aan b maal sinus kwadraat t0. Dat is zo. Waarom? Waarom is dat voldaan? Wie ziet dat? En dit gaat dus wel veel sneller dan het alternatief waarbij je geen parametervoorstelling gebruikt. Er staat inderdaad links 1 min cosinus kwadraat t0. En 1 min cosinus kwadraat t0 is sinus kwadraat t0. Hè. Zie je? Dus dat gaat nu toch sneller. En nu moet je toch toegeven van, ah ja, tjuto, ja, dat is wel waar. Ja, dat blauw, dat rechts staat daar, die controle. Ja, dat moet je een beetje zien. Hè. Ik weet niet hoeveel er van jullie in staat gaan zijn om dit te gaan doen. Op een toets of op een examen. Ik durf het niet zeggen. Dus ik zeg het letterlijk. Ik weet het niet. Ik denk als je op een bepaald moment zegt van kom, nu is het gedaan, nu ga ik overgaan op die parametervoorstelling, dat je veel sneller tot deze conclusie gaat kunnen komen. En dat je het dus veel sneller gaat zien. Dus hier toch een duidelijk advies om die parametervoorstelling te gaan gebruiken. Oké? Oefening 36. Laat ons kijken. Stel al een sterretje bij. Dus de laatste twee oefeningen van dit stukje. Ja, dat zijn wel moeilijkere natuurlijk, maar die zijn wel belangrijk, vind ik. En ja, die gaan eigenlijk op dezelfde manier gaan, hoor. Dus dan zie ik hetzelfde verhaaltje, waarbij dat je op een bepaald moment de overgang naar die parametervoorstelling toch gaat moeten kunnen maken. Dus aan een ellips trekt men een willekeurige raaklijn, die de topraaklijnen en de toppen op de grote as snijdt in U en V. Zie tekening, hè, zou ik zeggen. Dat is heel duidelijk, denk ik. Wat willen we aantonen? Dat de cirkel met middellijn UV, dat is die ja, gestreepte cirkel, hè, dat die door de brandpunten van de ellips gaat. Dat lijkt inderdaad te kloppen. Hè. Ik heb die cirkel daar getekend en die gaat perfect door de brandpunten F1 en F2. Oké, dus dit gaan we gaan bewijzen. Keuze assenstelsel evident, dat is geen probleem. Wat moeten we gaan bewijzen? Leuke vraag. Wat moeten we gaan bewijzen? Hoe gaan we dat doen? Wie heeft een voorstel? We moeten aantonen dat de cirkel met middellijn UV door de brandpunten van de ellips gaat. Kan je dan eenvoudig zeggen van, ja, eigenlijk moet je gewoon bewijzen dat. F1 en F2 liggen op de cirkel. Dat is juist, maar ik ga het moeten anders zien, hè, want de cirkel, ja, bedoel... Ik wil iets meer... kwaliteit in uw antwoord. Wat jij zegt is inderdaad wat daar staat. Maar ik wil het op een andere manier formuleren, zodanig dat ik iets heb om de nulpunten van de cirkel. Dus dan zou jij zeggen, de snijpunten met de x-as, dan zou jij zeggen van ik ga die cirkel moeten gaan opstellen en ik ga de snijpunten met de x-as gaan berekenen en ik ga moeten aantonen dat dat gelijk is aan f1 en f2. Ja, kan lukken hoor, maar lijkt me iets te lastig. Lijkt me iets te lastig. Vrees dat rekenwerk lastiger gaat zijn. Ja, denk dat rekenwerk lastiger gaat zijn dan hetgeen dat ik ga doen. Kleine tip hier, denk nu een keer wel aan afstand. Daar straks afstand vond ik niet nodig. Waarom? Omdat het allemaal verticaal was. Hier kan je wel iets zeggen over afstand.
De afstand tot het middelpunt voor F1 en F2 is even groot. De afstand tot het middelpunt van F1 tot F2 is even groot. Ja, mis nog iets hoor. Waar ligt dat middelpunt? Lees wat je moet bewijzen. Waar ligt dat middelpunt? Ja, op uw V, ja. Maar waar? Op uw V. Niet zomaar op uw V, hè. Ah, het midden van uw V. Ja? Dus nu zijn we in de buurt aan het komen, toch, hè? Wat hebben we? Kan ik je dat midden aanduiden? Want het gaat over de middellijn. De middellijn UV, dat we zeggen dat het midden van UV. Ja, je kunt er niet naast kijken. Je zou kunnen zeggen, meneer, hoe weet jij nu dat dat op die i-as is? Oké. Als je daaraan twijfelt, we gaan het straks zien. Nu, op uw tekening, die tekeningen, dat kan ik u alvast meegeven, die staan er niet bij voor de show, hè. Die tekeningen, stel je voor dat die tekening wegdoe, is het toch allemaal een probleem, hè. Want dan moet je zelf die tekening gaan maken en gaat ze natuurlijk nooit precies krijgen. Dus die tekeningen staan erbij. Waarom? Omdat dat een beetje kan helpen om het idee te gaan tot stand komen, laat ons zeggen. Je kunt er niet naast kijken dat het midden van UV, ik vermoed dat dat waarschijnlijk op de i-as gaat liggen. Nu, als je het niet gelooft, we gaan straks narekenen. Hè? Maar ik vermoed dat toch wel. Dus dan, als ik dat het midden doe, wat moet ik dan eigenlijk gaan bewijzen? Maar eigenlijk moet ik dan gewoon gaan bewijzen dat M, of dat U, even ver van M ligt als dat de F1 van M ligt en F2 van M ligt. Dan heb ik het, hè. Dat is eigenlijk het enige dat ik moet doen. Ik moet bewijzen dat de afstand MU gelijk is aan de afstand MF1 gelijk is aan de afstand MF2. Als ik dat heb, dan ben ik er. Want dan betekent dat dat U, F1, F2 en V, dat die allemaal op ene cirkel liggen met middelpunt M. Zie je? Hier gaan we die afstandsformule wel nodig hebben. Ja, waarom? Kijk naar die afstand. Die afstanden zijn, niet horizontaal, die zijn niet verticaal. Dat zijn schuine afstanden. Dus ja, ergens ga je die formule wel kunnen gebruiken. Oké, natuurlijk, we moeten, en ik ben volledig akkoord, we moeten wel nog aantonen dat het midden van dat lijnstuk UV effectief op die i-as ligt. Hè. Dat moet ik wel nog doen, hè, maar ik ga dat doen. Hoe ga ik dat kunnen doen, denk je? Wat zal er typisch zijn voor dat... Hoe toon je aan dat M op de i-as ligt? Dat is toch niet moeilijk? Wat moet je dan aantonen? Dat zijn... Hoe toon je aan dat M op de i-as ligt? Natuurlijk, hè, dat de x-coördinaat 0 is. Hè? Ja, uiteraard. En we gaan dan zien dat dat klopt. Oké, we weten wat we moeten doen. Dus we gaan een keer beginnen. Hè. Dus wat smijten we erin? Wat gaan we erin voeren van notaties? Stappenplan. Allee, voorstellen. Wat zijn dingen die we kennen? We zoeken. Stappenplan moeten we nu beginnen opbouwen. Hè. Het zijn geen andere dingen dan anders, denk ik. We hebben onze ellip staan, het punt B. Ja, uiteraard. We hebben F1. Pas op, dat is fout, hè, wat je daar schrijft. Julie, dat is niet juist, hoor. Wie kan dat verbeteren? Ja, mijn C0 en C0. Oppas, niet A gebruiken die. Hè. A is lengte van uw, halve lengte van uw grote as. F1 en F2, coördinaat daarvan, is... met de C-waarde. Dus dat moeten we wel doen. Dus de P gaan invoeren. X0 en 0 is uiteraard geen probleem. Die F1 en F2, C0, min C0, hebben we zeker en vast nodig. Zeker weten. Wat hebben we dan nog? Nog dingen? Wat hebben we nog? De raaklijn. Ja, oké. Okay. Dus ondubbelen. Raaklijn door P, ondubbelen. Dus dat kennen we. X0, x op a kwadraat, plus n y op e kwadraat is 1. Oké. Okay. Wat gaan we nu doen? Een keer dat je vertrokken bent, dat bouwt op. En moet je erop letten, die oefeningen die lijken nog wel een beetje op elkaar. Hè. Je kunt daar niet oneindig in variëren, geloof me. De u zoeken, want je weet de x. Ja, klopt, hè. Namelijk, hoeveel is die x? Min a. Zie je? En we zijn weg, hè.
Dat zijn dingen, allee, kom, dat lijkt een beetje op die vorige oefeningen. Hè? Dus je bouwt dat wat op, zo, hè? De coördinaten van U en V. Dat is gewoon de snijpunten natuurlijk met x gelijk aan min a en x gelijk aan plus a. Dus dat kan niet moeilijk zijn. Hè? Dus x is a bijvoorbeeld, ik ga beginnen met v. Dus x is a en ik heb deze vergelijking, voilà. Ik vul x gelijk aan a en ik bereken de y. Dat is de oefening van daarstraks. We hebben die oefening daarstraks gemaakt. Ik herinner mij dat. Ja, dat was hetzelfde. Ja, ik heb dat toen gevraagd. Dus jullie hebben dat toen uitgerekend. Zie je? Dat was dit. Ja. En natuurlijk op dezelfde manier kan je u berekenen. Ja, dat is geen probleem. Hè? Namelijk x gelijk aan min a, dezelfde vergelijking van de raaklijn. Invullen. Er is één klein verschilletje. Wat gaat er gebeuren? Je gaat hier min, een minnetje krijgen. Dus dat betekent dat je aan de andere kant een plusje gaat krijgen. Dus je krijgt dit. Zie je? Oké. We zitten al hier. Hè? Tot nu toe nog geen parametervoorstelling nodig gehad, denk ik. Hè? Dank je niet. Hè? Dat gaat vrij vlot tot nu toe. Oké. Ik heb u, ik heb v. Dus heb ik m. Hoe bereken je nu weer het midden van een lijnstuk? Hoe bereken je dat nu weer? Midden van een lijnstuk. Moet je wel weten, uiteraard. Hè? De gemiddeldes nemen. Ja, de gemiddeldes nemen van uw x en uw y. Ah, wat stellen we vast? Het gemiddelde van de x-mensen. Waaraan is dat gelijk? 0. Ah, voilà. Dus mijn tekening is juist, hè? Zijn we akkoord? We hebben het nu bewezen, hè? Het is geen discussie meer. M ligt op de y-as. Ik beweer dat het gemiddelde van de y-coördinaten ook makkelijk is. Schrijf het op. Wat is het gemiddelde van de y-coördinaten? M heeft een heel makkelijke y-coördinaat ook. Wie probeert? Wat is de y-coördinaat van het punt M? Allee mensen, het is makkelijk hoor. Er schiet bijna niets meer over. Wat is de y-coördinaat van het punt M? X-coördinaat is 0. 2b kwadraat op y 0? Nee, dat is niet juist. B kwadraat plus 1? Nee, dat is ook niet juist. Wat is de y-coördinaat van M? B kwadraat op 1, 0. Dat is wel juist. Ja, je moet nog deel onder 2, hè, Helena. Oppassen. Hè. Ja, dus optaal deel onder 2, optaal deel onder 2. Heel dat gedoe met b kwadraat i0, hè, min x0 a, b kwadraat i0 plus x0 op a, dat valt allemaal weg. Hè. Dus iets super eenvoudigs. Coördinaat 0, b kwadraat op i0, f1 en f2 ken ik, maar de rest kan. Oké, okay, nu ben ik er zeker. Ik moest gaan controleren dat de afstand van m tot u, ja, die ga ik kunnen uitrekenen. Hè. Dat die gelijk is aan de afstand van m tot f1 en gelijk is aan de afstand van m tot f2. Dus wat rest er mij nog? Een controle. Dus wat moet er gecontroleerd worden? Dit. Ja, merk op. Van uw middelpunt naar F1 gaan, of van uw middelpunt naar F2 gaan, dat is taal, hè. Want je ziet, dat verschilt in minnetje. Maar als je je afstandsformule toepast, dan zou je nog moeten weten, ja, dat is de wortel uit het verschil tussen de x-coördinaten en het kwadraat. Dus dat minteken gaat er niet toe doen, hè. Ja. Dus vandaar, hè, je krijgt 0 min c kwadraat, of 0 min min c
kwadraat, dat is hetzelfde. Dus hier staan al twee uitroeptekens. Dus de afstand van m tot f1, de afstand van m tot f2, dat is geen enkel probleem. Dat is sowieso voldaan. Natuurlijk, dat moet ook wel voldaan zijn dat het gelijk is aan de afstand van m tot u. Dat is wel iets anders, hè? Dan gaan we toch nog een keer moeten uitrekenen. En dat is rekenwaardig. Dus dat heb je gedaan. Dus wat doe je? Van m tot u, dus de afstandsformule toepassen, dus vierkantswortel, hè? Dus die min die, die min die. Nu hebben we wel geluk, de b-kwadraat i0 die valt weg. Van m tot u, ja. Dus de b-kwadraat i0 die gaat wegvallen. En wat ga je overhouden? Ja, wel b tot de vierde x0 kwadraat, a kwadraat, i0 kwadraat, dus nogal wat. En aan de rechterkant heb je dit, dat is de afstand van m tot f1. Dat is gewoon je afstandsformule toepassen, hè? Dat is niet zo speciaal. Ja, en nu zijn we er, hè. Dat is weer dat kantelpunt, we zijn er. Als jij dit wil aantonen, zonder parametervoorstelling, ik heb het gedaan, hè, mensen, het lukt. Het is een half blad werk, maar het lukt perfect. Het is te doen. Kwadrateren, op gelijke noemer, uw breuken wegwerken, herschrijven, delen door de juiste factor. Je zit wel even bezig, hè. En je komt uiteindelijk weer tot dit. X0 kwadraat op A kwadraat plus I0 kwadraat op B kwadraat is 1. Het is een uitstekende oefening voor thuis. Kun je narekenen. Maar... als jij nu zegt van, ik ga overgaan op die parametervoorstelling, op dit moment, dan is dat een verstandige keuze. Want dan gaat er heel wat wegvallen, moet maar een keer meekijken. B tot de vierde, dan moet je x0 kwadraat vervangen. Dat is a kwadraat, cosinus kwadraat, t0, i0 kwadraat, b kwadraat, sinus kwadraat, t0. Hier, b tot de vierde, b kwadraat, sinus kwadraat, t0. Allee, dan ga ik naar kijken. Hè. Wat valt er hier allemaal weg? Bijvoorbeeld links. Kijk daar een keer door. Ziet er fantastisch ingewikkeld uit, hè? Wat gaat meevallen, hoor. De a-kwadraat en de b-kwadraat vallen weg. Juist, a-kwadraat helemaal, b-kwadraat valt weg en je houdt b-kwadraat in de teller over. Maar kop, cosinus kwadraat op sinus kwadraat. Wat is dat eigenlijk? Cosinus kwadraat op sinus kwadraat. Dat is cotangens kwadraat. Dus dat kun je ook doen. En aan de rechterkant valt er ook nog een b-kwadraat weg. Hè? Dus eigenlijk krijg je maar dit. Ja, valt toch, dat ziet er eigenlijk, vind ik al beter uit dan die blauwe hier. Hè? Ik bedoel, dat lijkt mij te doen. Dat is een oefening op wagoniometrie nu. Dus die twee moeten gelijk zijn. Nu mag ik nadenken. Hè? Cotangens... sinus. Ja, ik wil ergens, ja, die cotangens en die sinus, ik moet die op een of andere manier, ja, het verband leggen tussen die twee. Wat ga ik daarvoor kunnen gebruiken, mensen? Hoe leg je verbanden tussen goniometrische getallen? Dat is iets dat we ondertussen al 2-3 keer in de vorige les ook aan bod hebben laten komen. Wat ga ik nodig hebben? Dat is geen toeval. Hoe leg je verbanden tussen cosinus, sinus, tangens, cotangens? Met de... grondformules. Ja, grondformules. Meervoud. Is goed. Ja, want je hebt cosinus kwadraat plus sinus kwadraat is 1. Maar je hebt bijvoorbeeld ook, wat is het? 1 plus tangens kwadraat is 1 over cosinus kwadraat. En 1 plus sinus kwadraat. Nee, sorry. 1 plus cotangens kwadraat is 1 gedeeld door sinus kwadraat. En het is vooral die laatste. Die laatste. 1 plus cotangens kwadraat is gelijk aan 1 over sinus kwadraat. Ja, die kunnen we wel goed gebruiken hier. Dus ik heb dat een keer gedaan. Ik heb cotangens kwadraat is cosinus op sinus, dat weten we. Cosinus kwadraat op sinus kwadraat, sorry. Cosinus kwadraat is 1 min sinus kwadraat. Ja. En als je dat nu wat verder uitrekent, dan krijg je dit. 1 op sinus kwadraat. En dus, omdat er b kwadraat voor staat, b kwadraat op sinus kwadraat. Dat is perfect wat ik moest hebben. En dan krijg je nog, ja, min 1 maal b kwadraat, dus min b kwadraat. Ik beweer dat die twee gelijk zijn. Waarom? En dan zijn we er, hè. Dan is het gelukt. Waarom zijn die twee gelijk? Daar is een hele goede reden voor. Driehoekje en de ellips. Ja, we zijn er. Ik heb het nog een keer getekend, denk ik. Voilà, ik ga het tekenen. Dat is dit. Weet je nog? Dat moet je altijd goed in je hoofd hebben. Hè. A, C, B. Dus met andere woorden, welk verband geldt er tussen A, B en C? Er geldt dat A-kwadraat gelijk is aan B-kwadraat plus C-kwadraat. Is dat goed? Ja, dat is prima. Dat is perfect. Dat zorgt ervoor dat dat perfect gelijk is aan elkaar.